En dan zitten we helemaal goed, hè? Het leuke is van vanmiddag dat er toevalligheden bestaan. En toevalligheid bij mij is het feit dat er in mijn tuin, ik woon in Mariehoeve, en in mijn tuin heeft zich een romance ontwikkeld tussen een ooievaar, een werkelijk levende ooievaar en een reger. Serieus waar, mijn overburen die hebben de gewoonte om dode kakers naar beneden te gooien. Nou, daar komen ooievaar op af, maar natuurlijk ook een reger. Nou, nu heb ik het al heel lang in de gaten gehouden en dan blijkt er daadwerkelijk een romance te bestaan tussen de ooievaar en de reger. Een totaal verschillende vogels, een ooievaar is een trots groot beest en die reger is gewoon een chagrijn. Als je die reger zo in dat hoekje ziet zitten met die schouwertjes naar beneden en die ooievaar die loopt er zo heel trots omheen, dan denk ik dat wordt geen leuk stel. Maar ja, ze doen hun best. Het is mij ook gelukt met dode kakers om ze vertrouwen te vinden. Dus af en toe kom ik wat dichter in de buurt en dan vraag ik ook aan die reger, hebben jullie nog wat? Het enige wat hij doet is zijn schouwers ophalen. Maar goed, we hebben hier ooit een boekje uit kunnen laten brengen op basis van de haiku. Nou, zo te zien zitten hier aardig wat intellectuelen, dus die weten wel wat haiku's zijn. Haiku's zijn op Japanse gedichten met een bepaalde dubbele betekenis of een dubbele inhoud. Wij hebben hier het boekje uitgegeven, 53 haagkoes. Haagkoes, uiteraard. Wij komen oorspronkelijk uit Geleen, zoals je gelijk hoort. Mijn broer komt ook uit Geleen. En we hebben dus speciaal voor Frans 8 nieuwe haagkoes. Maar uiteraard het onderwerp ooievaar. En natuurlijk applaus voor mijn broer Gijs. Die begint met de eerste. Nee, trouwens, deze signeren wij ook hoor. Die kun je bij ons verkrijgen. Dan gaat Frans gewoon naar achter zitten en dan zitten wij hier. En dan kun je deze haagkoes over de ooievaar bij ons verkrijgen. En even niet fotograferen, want Frans betaalt alles wacht. Wat je van de Haagse ooievaar moet weten. Hij is op volle toeren. Normaal gesproken op één stelt. Maar na urenlang op kikkers loeren. Is die wel een beetje uitgeteld. Ja. Wat je van de Haagse ooievaar moet weten, is zijn snavel een paling en geen kikker. Wat was zijn geheim? Een aaltje, goed voor zijn tikker, glijdt lekker door het palingslijm. Nee, ik denk niet.